Hallo beste kijkers, ik ben Evert de Napel en naast mij zit ex-international Juri Mulder. Ja, dat klopt helemaal, Evert. Ik heb zin in deze wedstrijd. De thuisploeg, Juri. En wat denk je daarvan? Deze ploeg gaat voor het kampioenschap dit seizoen. Daar hoort een goed voorseizoen bij natuurlijk. De thuisploeg van vandaag heeft dit seizoen de meeste doelpunten gemaakt in de competitie. Maar vandaag moeten ze aantreden tegen een elftal met de beste defensie. Dat wordt heel spannend, Evert. En ik hoop maar dat we veel doelpunten te zien zullen krijgen. Het thuisspelende team gaat in deze opstelling van start. De trainer heeft gekozen voor 4-4-2 met een ouderwetse schaduwspits. Ja, ik vind dat eigenlijk wel wat hebben. Ja, want dan heb je eigenlijk een beetje een soort nummer 10-achtige speler. En dat is een speler van een uitstervend ras en die krijgt in dit systeem dan weer een beetje een kans. En dit is de formatie waarin de bezoekers van start gaan. De trainer heeft zijn team als volgt samengesteld. 4-5-1, hoe kijk je eigenlijk tegen dit systeem aan? Je moet spelen naar de mogelijkheden die je hebt. En dit lijkt defensief, maar met de aanvallend ingestelde middenvelders en de opkomende backs kun je best veel gevaar stichten. Al moet ik eerlijk bekennen, bekijk ik het nu wel van de positieve kant. Het is tijd om te beginnen. De Rangers trappen af voor de eerste helft. Oh, dit kan een kans worden. Scott Sinclair. Net begonnen en dan al een vrije trap. Brown. De tegenstander kan de bal onderscheppen. Ja, dit gaat goed. De verdediger raakt de bal nog aan, dus corner. De corner wordt diep getrapt. Met zulk aanvalsspel, ja, daar maak je de tegenstander echt niet bang mee. Zo, die had iets heel moois in gedachten, maar de uitvoering ja, die is toch echt een stuk minder hoor. Ja, dit ziet er toch niet echt lekker uit. Hè. Als je zo'n bal uit de lucht plukt, dan moet je wel goed raken. Murphy. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Kans op een counter. Waar komt die bal terecht? De tackle was goed. Komt dat schot? De doelman pakt de bal makkelijk. En mogelijkheden nu. Zo, die laat er geen gras over groeien. Meteen een overtreding. Boyata. Balbezit voor de andere ploeg nu. Kijken of het dat oplevert. En de Rangers komen heel ver met hun aanval. Zo, ja. Zo, wat een uithaal. Dat was zeker 20 meter. Knap hoor. Dat was een fantastisch schot, maar hij gaat er net niet in. Paas wat onderschept.
Goeie tackle, maar de bal gaat over de zijlijn. Murphy. Voorleer voor de Rangers en nu moeten ze... Dat ziet er goed uit. Mooie tackle. Goed verdedigd ook. Benauwde momenten daar voor het doel, maar die bal gaat er niet in. Ja, maar dit is echt goed verdedigd, Evert. Scott Sinclair. Niet gefloten door de scheidsrechter. Voordeel dus voor Celtic. Wat gaat de scheidsrechter hiermee doen? Toch nog een gele kaart. Het duurde even, maar hij vond het blijkbaar toch een zware overtreding. Dat was inderdaad een overtreding. De scheidsrechter heeft het goed gezien. Overtreding gezien door de scheids. Wie weet levert dit een kans op. De ruimte voor een counter is er. Spelen ze dit uit? Een opgelegde kans. Terug weer tegen de paal. Gevaar nog niet geweken. De doelpoging nog een keertje in beeld. De bal wordt in de 16 gepompt. Daar is bijna het doelpunt. Maar die kopbal gaat net naast. Niet slecht ingekopt hoor. Maar met iets meer geluk denk ik dat hij hier zit. Boyata. Murphy. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. De scheidsrechter fluit. Veel risico's nemen de Rangers daar. Ja, want deze gele kaart hing al een tijdje in de lucht. Ze spelen echt op het randje. Brown. En er komt een vrije trap aan voor de Rangers. En het balbezit is voor de tegenpartij. Wat gaan ze doen? Daar komt de kans aan om een voorsprong te nemen. Doelpunt, ze komen op voorsprong en dat is volkomen terecht. Ja, ze maken het spel. De tegenstander komt er eigenlijk niet aan te pas, Evert. Maar ja, je moet het nog wel even doen. We kijken nog eens naar de goal. De keeper zat er nog aan bij dat schot. Hij was kansloos bij de rebound. Cool afgemaakt door de aanvaller die goed opletten. We gaan nog eens kijken naar dat doelpunt. Scott Sinclair. De tegenstander kan de bal onderscheppen. Ze krijgen een inworp. En het spel gaat weer de andere kant op.
Dit zou wel eens een kans kunnen worden. Ja, met zo'n schot van ver, daar moet je een beetje geluk mee hebben. Hij ging voor het schot, maar de keeper hoefde niet eens zijn hand uit te strekken. Hij zag de hele baan van het schot al en zag dus dat hij overging. Ja, daar zat de keeper in eerste instantie prima bij. De rebound is de doelverdediger echter te machten. Scott Sinclair. Hij is langs de verdediger. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Daar is de poging. En de keeper heeft hem zonder problemen. Scott Sinclair. De tackle is goed, maar hij is de bal alweer kwijt. Scott Sinclair. Brown. Michael Lustig. Daar wordt de bal zomaar ingeleverd. Jongen, jongen, wat een slechte paas toch. De verdediging geeft heel veel ruimte weg op de flank. De bal komt in het strafschop. Daar is opnieuw een goal. Is dit de beslissing, Jury? Wat denk jij? Je zou het toch haast denken. Er zijn gekkere dingen gebeurd in het voetbal, Evert. Maar de tegenstander zal aan de bak moeten als ze hier niet met de nederlaag van het veld willen stappen. Hij scoort met het hoofd. En daar was weinig aan te doen voor de doelman. Inderdaad, een goede kopbal, Evert. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Scott Sinclair. Lekker combinatiespel. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Nou ja, laten we maar zeggen dat het een moedige poging was. Hoekschop, de bal werd nog aangeraakt door de verdediger. De bal wordt voor het... Komt daar de aansluitingstreffer? Je zou denken van wel. Scott Sinclair. Hij schiet. Mooie redding, maar de bal is nog in het spel. De tegenstander weet de paas eruit te halen. We krijgen de 4 minuten blessuretijd bij. De scheidsrechter fluit voor een overtreding. De scheidsrechter trekt geel. Hij gleed naar de bal, maar raakte de speler. Een overtreding dus. Hij maakt een sliding, maar daarbij raakt hij de man. Kans op een counter. Waar komt die bal terecht? Die heeft een zee van ruimte op de vleugel. Komt dat schot? Dat is een beste kans hoor. Veel scheelt het niet. Hij wordt net genoeg gehinderd door die verdediger. Waardoor hij de bal niet genoeg richting mee kan geven. Na 45 minuten staat de thuisploeg alweer op voorsprong, Jury. Nou, weer aardig erbij gescoord. En na 45 minuten staan ze voor, Evert. En ja... Ze spelen behoorlijk goed. Ik hoop dat we in de tweede helft wat meer van hetzelfde te zien zullen krijgen. De scheidsrechter is er klaar voor. We trappen af voor de tweede helft. Brown. En mogelijkheden nu voor Celtic in de voordeelsituatie. Ja, ook die bal komt keurig bij een medespeler aan. En zo gaat het al de hele wedstrijd. Murphy. Ik ben benieuwd wat de Rangers met het voordeel gaan doen. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Die bal gaat achter, dat wordt een corner. We kijken even naar een speler die onmogelijk tevreden kan zijn over zijn prestaties vandaag. Of wel, Jury? Nee, hij staat er om gevaar te stichten, maar daar is vandaag eigenlijk geen sprake van.
Kijk, dat mag je natuurlijk zijn teamgenoten ook verwijten, hè? Maar je kunt ook zeggen dat hij een beetje de verkeerde keuzes maakt en geen ruimte voor zichzelf weet te creëren. Aanvallend oogt het nogal machteloos. Hij krijgt daar weinig ruimte om op te bouwen op eigen helft. Murphy. En er komt een vrije trap aan voor de Rangers. Martin. Een schot van afstand. Op zich geen slecht idee. Maar dit schot gaat het niet redden, denk ik. Er liggen mogelijkheden, hoor, aan de zijkant. Niet gefloten door de scheidsrechter. Voordeel dus voor Celtic. Scott Sinclair. Wat scheelt het? En eigenlijk moet elke bal er nu in. De teleurstelling druipt eraf bij het team. Iedereen dacht dat het een goal was. Martin. De bal gaat heen en weer. Voorleer voor de Rangers en nu moeten ze snel zijn. Sommige scheidsrechters zien het niet en fluiten voor een overtreding. Maar deze scheidsrechter heeft het spelletje door, hoor. Doorspelen. Wat gaat de scheidsrechter hier beslissen? Daar krijgt hij natuurlijk geel voor. Onbesuisde actie van deze man. Goed gezien van de scheidsrechter. Ik ben het helemaal met je eens, Evert. Wat een blinde sliding. Hij neemt de speler mee. Hij probeert de tegenstander van de bal te geleiden met een sliding, maar hij maakt daar wel een overtreding bij. Mogelijk een goede kans hier. Het is lopen met de bal en de blik vooruit. De bal wordt voor het doel gebracht. Oh, wat een geweldige duiker. Wat een geweldige kopbal. Schitterende goal, hoor. Hij geeft die bal door zijn duik een flinke vaart mee. Ja, dan ben je als keeper kansloos, Juri. Mooie duikkopbal. Moet je dat publiek horen juichen? Er zijn ergere manieren om naar de kant te worden gehad, Juri. Nou, dat kun je wel zeggen, even. Maar ik vind dat deze speler dat ook wel verdiend heeft. Hij heeft echt een fantastische wedstrijd gespeeld. Deze twee teams zijn duidelijk niet van hetzelfde kaliber. Brown. Michael Lustig. Martin. Die man heeft al geel en speelt nu toch wel met vuur. Weer een overtreding van hem. Ik ben benieuwd wat de scheids gaat doen. Weer geel en die moet eraf. Ja, en dat was de tweede. Hij maakt een overtreding met die sliding. De scheidsrechter heeft het gezien. Hij maakt een sliding, maar daarbij raakt hij de man. Lekker combinatiespel. Ze proberen de tegenpartij uit de tent te lokken door het balletje rond te tikken op eigen helft. Martin. Snel teruggekaatst. Bruno Alves. Martin. Speler krijgt de bal weer terug. Martin. En een paas naar de vleugel. Goeie ingreep, maar is de bal alweer kwijt. Wie pikt hem op? We hebben nog 20 minuten van de reguliere speeltijd over. Nou, hij gaat schieten. Of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Bruno Alves.
Ik ben benieuwd wat de Rangers met het voordeel gaan doen. Mooi doorgekopt hoor. Brown. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? Murphy. Wordt dit een doelpunt? Die bal gaat straks in een baan om de aarde. De scheidsrechter lijkt even te twijfelen, maar trekt nu toch geel. Ja, voor mij had hij hem op zak mogen houden hoor. Die sliding was niet volgens de regels. Sliding, overtreding. Ik ben benieuwd wie er bij Celtic in de ploeg gaat komen. Michael Lustig. Oh, dit kan een kans worden. Niet gevlogen. Nou ja, laten we maar zeggen dat het een moedige poging was. Hij haalde flink uit, maar kon de bal niet genoeg richting meegeven. Nee, maar daar krijg je deze doelman niet bang mee. Dat schot leek nergens op. En er zit een wissel aan te komen bij de Rangers. John. Het is een inworp. Scott Sinclair. Tom Rogic. Een juweeltje dit slot. Hij meldt zich voor de corner. Hij kiest voor een bal in de 16 meter. De keeper heeft hem. De bal komt van dichtbij op hem af. Maar wat een redding. De supporters bouwen alvast een feestje. Ze twijfelen er blijkbaar niet meer aan dat de ploeg deze wedstrijd gaat winnen. Inderdaad, Evert, maar zover is het nog niet. Eerst zal die nul van het scorebord moeten. Mogelijk een goede kans hier. Verdedigend natuurlijk. Hè? Daar gaat hij. Hij zit erin. Een bijzonder mooi laag schot en die bal belandt achter in het doel. Alsof het nog niet erg genoeg was. Dit komen ze niet meer te boven. Nee, wat hun betreft kan de scheidsrechter net zo goed affluiten. We gaan nog eens kijken naar dat doelpunt. Het verschil is nu wel heel erg groot geworden. En zo lang is er niet meer te spelen. Weg met die bal. Bal nu in handen van de tegenstander. Brown. Wie weet levert dit een kans op. Wordt dit wat? Een super redding hoor, voor de keeper. Er staan nog maar 3 minuten op de klok. Miller. Tom Rogic. Maakt zich wellicht al op voor een schot. We krijgen de 4 minuten blessuretijd bij. Hij krijgt toch nog geel, Jury. Ja, maar het was ook een behoorlijke overtreding en daar wordt hij nu voor gestraft. Wat een blinde sliding. Hij neemt de speler mee. Hij maakt een sliding, maar daarbij raakt hij de man. Murphy. Volgens mij wist hij die bal maar half te raken. Dat was een schot van niks. Wat hebben ze die keeper gevoerd? Oh, oh, dat kan een dure fout worden. Daar zit de tegenstander tussen.
Ja. Ja, we zien hier een topkeeper aan het werk, Juri. Ik heb zelden iemand zo sterk zien keeper. Nou, wat de aanvallers ook proberen. Die keeper heeft overal een antwoord op. Absolute uitblinker vandaag. De scheidsrechter fluit. Het zit erop. Deze clubs liggen geografisch gezien dicht bij elkaar, maar qua uitslag niet. Een afgetekende overwinning in deze derby, Juri. Ja, en dat komt keihard aan bij de verliezers. Supporters krijgen dit natuurlijk nog weken naar hun hoofd geslingerd door de fans van de tegenpartij. Nou, daar zit je natuurlijk niet op te wachten.